De mensen, wat een klote prijs. De mensen staan vooruit, vooraan tegenwoordig om te roepen... dat moet weg, dat moet zus. Onze collega's van RTL die hebben 2 keer slecht gespeeld. En iedereen roept van het scherm, dat moet van het scherm. Ook virtueel bedoel je, ja. Ja. Weet je wel, dan denk ik... jongens, dat bepalen jullie niet, dat bepaalt RTL. En geeft die mensen die aan die tafel zitten ook even de kans om er wat van te bakken. Ik zit hier al 24 jaar. Mm-hmm. Wij hebben er een jaar over gedaan om 200.000 kijkers te bereiken. Hè? Ja, ja. Wij moesten het en echt bij Scheveningen zelfs hadden wij een programma om 4 uur. Hè? Weet je dat nog? Ja, het zocht het licht uit. Nee, 4 uur 's middags. Daar keken 6.000 mensen naar. Ja. Dan viel gewoon het licht uit. Ja. En dan gingen wij gewoon van tafel. Daar hoorde je niemand over. En dan gingen we naar een kwartier weer zitten. Klopt, en dan gingen we weer verder. Ja. Maar dus ja, weet je, dat is inderdaad waar. Je moet die mensen gewoon... Maar dat is wel heel erg nu, hè, met al dat gebeuren... wat ja. op de podcasten. Iedereen met die meninkjes. Ja. Maar je moet die meninkjes op een gegeven moment gewoon... niet al te serieus meenemen. Lachen. Nee, maar het lijkt wel of een mevrouw van het AD... of die namens alle zenders bepaalt wat wel goed is en wat eraf moet. Nee, ze doet gewoon haar mening. En ja, nee, maar prima. Maar we moeten... Kijk, ik lees die stukjes met veel plezier. Ja. En de ene keer ben je aan de beurt en de andere keer niet. Maar dat moet je ook tegen kunnen. Maar het is niet zo dat zij verstand van tv heeft. Zij is ook maar achter van huis weggeplukt. En jullie liggen elkaar niet ze zo, toch? Ze deed vast al wel iets daarvoor. Ja, ze deed wel iets bij de ruimte. Nee, maar jullie zijn toch goed, jij? Ik vind haar columns prima. Ja, ik vind het ook prima. Ik had het gezegd. Alleen, schrijft goede columns. Blijf van de televisie af, dat zeg je steeds. Dat vind ik soms een beetje wringen, ja. Ja. Morgen komt ze toch weer morgen hier. Morgen komt ze. Als je dat... Maar ja. Ze zou dat... Kijk, ze zegt dan, ik doe het voor de krant. Maar ze zou het ook niet... Ze zou het ook best leuk vinden. Op zich ook niks mis mee. Nee, dat mag ook, maar het is, ja, voor mij is het toch kijk, een beetje... Kijk, Chris vindt geen kut aan. Die moet je weken achter ja. als je reed zit. Bellen. Ja, maar zij vindt het wel leuk. Dat is wat, hoor, die Chris om hem hier te krijgen. Ja, het is dat begint het stotter te hangen, hè, dat bidden en smeek om Chris hier te krijgen. Er ook geen misdaad, een beetje op tv zitten en wat vertellen. Dat geeft in de rugzak. Maar ik moet nog wel over die mevrouw van het AD zeggen... dat ze voor die krant... echt heel belangrijk ja, is. Hè? Want het is een reden om die krant even te kopen... even dat kolompje lezen, wat ik op zaterdag met het NRC heb... met Joep van het Hek.